Maxima belt weer en steekt zorgorganisatie hard onder de riem. Koningin Maxima heeft deze week opnieuw de telefoon opgepakt en gebeld met zorgorganisatie Tante Louise. Op de Facebookpagina van de instelling wordt verteld over het belletje van de voorstin. Raad van bestuurslid Connie Helder vertelde Maxima in het 20 minuten durende gesprek hoe het de instelling vergaat in deze moeilijke en zware tijd. De koningin nam volgens haar uitgebreide tijd en gaf in alles een blijk van een enorme betrokkenheid. Ze wenste iedereen dan ook heel, heel veel sterkte toe. Punt vorige week vrijdag hing Maxima ook al aan de telefoon met Mint, een organisatie die mensen met psychische problemen ondersteunt. Ze voerde een persoonlijk telefoongesprek met MIND-directeur Marjan Tervest om te vragen hoe het ging met mensen met psychische problemen en de hulpverleners in de GGZ tijdens de coronacrisis.